Karin. Ik ben 32 jaar. Ik ga de komende periode mezelf in beeld brengen. Ik heb chronische sarcoïdose. Waar ik vooral last van heb is dat ik heel erg moe ben en veel pijn heb elke dag. Ik zit heel laag in mijn energie. Maar ik ben niet zo heel goed in het vertellen hoe het echt gaat en laten zien hoe het echt gaat. Ik vind het wel moeilijk om dat te doen, omdat ik er liever niet zo heel erg bij stilsta hoe moe ik ben en hoeveel pijn ik heb. Omdat ik het dan extra voel, omdat ik er dan meer bij stilsta en dan wordt het realistischer of zo, of concreter. Dan kan je zeggen, ik ben echt, echt heel moe. Dan zeg je, ja, iedereen is wel eens moe. Iedereen is ook wel eens moe. Maar ik ben elke dag tot op het bot moe. Ik voel dat elke cel in mijn lichaam moe is. Dus ik sleep mezelf vaak voort. Sarcoïdose, daar heb je eigenlijk twee vormen van. Je hebt de acute variant. En die geneest vaak vanzelf. Je hebt ook de chronische variant. Ja, die heb ik. Jee. Hoera. Die gaat niet vanzelf over. En die heeft wel vaak behandeling nodig. En de behandeling is dan meestal prednison. Het is een hele grillige ziekte. Mocht je daar meer over willen weten, Google en zoek het op en lees jezelf wijs. Ik ben Karin, ik ben 32 jaar. Juni 2014 ben ik ziek geworden met een acute longontsteking. Ik merkte dat ik daarvan niet herstelde. Ik had heel weinig energie, ik was ontzettend moe en ik had nog steeds die enorme pijn op mijn borstkast en steken in mijn longen. Pas een jaar daarna is de diagnose sarcoïdose gesteld. Ik heb 10 maanden prednison geslikt en dat heeft geholpen. En nu zit ik in een periode waarin sarcoïdose waarschijnlijk weer actief is geworden en zal ik waarschijnlijk ook weer prednison moeten slikken. Prednison is echt verschrikkelijk. Echt hel. Maar ja, ik heb geen keus. Ik kan niet kiezen van god, dan neem ik het niet. Want dan worden die ontstekingen alleen maar groter en erger. En dan heb je dus meer kans op die littekenweefselvorming. En nou ja, littekenweefsel in je longen kan je zelf ook bedenken dat het niet een niet iets heel fijns is, zeg maar. Dat ga je niet op vooruit. Dus ik heb geen keus. Ik wil niet een klaagzang hier houden over hoe zielig ik ben. Want ik ben niet zielig. Of hoe zwaar mijn leven is. Ik wil jullie een realistisch beeld geven over hoe het gaat. En dat het ook vaak niet goed gaat. En ik hoop dat jullie daar iets aan hebben. Dat je misschien dingen herkent van hoe het bij mij gaat. Dat het dus, dat je dat herkent. Ik heb een zoon van 8 maanden. Ik woon samen met Nienke, mijn vriendin. In Amsterdam-West. Heerlijk huisje met een tuin. We hebben kippen. We telen onze eigen groenten in de zomer. We hebben een kat. En we hebben het heel fijn met z'n drieën. Ik was 28 toen ik ziek werd. Ik sportte veel. Ik werkte veel. Ik had veel vrienden en deed veel sociale activiteiten. Ik had echt een heel druk programma, altijd. Ik deed altijd wel iets. En vooral het sporten. Ik liep hard. Ik schaatste heel graag 2 keer per week. Nou, ik liep ook wel hard 2 keer per week. Ik skielerde, fietste graag, ging af en toe naar het zwembad, deed yoga. Het sporten was voor mij een heel groot belangrijk onderdeel van mijn leven. En dat is het helemaal niet meer. Ik ben blij als ik een wandeling kan maken met mijn zoon. En ik ben heel blij dat ik kan lopen en fietsen, want dat kon ik een jaar geleden niet, zoals ik dat nu doe. Nou, ik ga zo even slapen, want dit was het alweer. Volg mij.
Abonneer je. Tot snel, tot de volgende keer. Doeg!